Assalamu alaikum. We gaan even kort hier bespreken. Lekker weer ouderwets op de bank waar ik de blacklistjes vroeger maakte. Maar dit is geen blacklist. Al gaat het wel misschien over black people. Om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Het was wel een beetje ingewikkelde week voor mij. Ik wist nou niet wat ik er helemaal van moest vinden. Soms is het dan ook beter om gewoon je mond dicht te houden en de kat uit de boom of de aap uit de boom te kennen. Oké, gemeen. Het was een beetje raar. Er zijn dus Palestijnen die dan al 60 jaar worden vernederd. Hun land is ingepikt. Dan heb je Oeigoeren die op de dag van vandaag worden opgesloten. Hun organen worden eruit gehaald en verkocht. De meest verschrikkelijke dingen wordt hen aangedaan. Dat was wereldwijd was het nieuws. En toen was er een soort demonstratie gepland. En daar zat je dan op de Dam. Hoeveel mensen waren er gekomen? 20, 30, 40 mensen. Zoveel dingen die de moslims wordt aangedaan. Niet alleen in het buitenland, maar ook zelfs hier in Nederland. En dan zie je dat mensen altijd terughoudend zijn. Maar weet je wat ik het allerlijpste en het allergeziekste vond? Is dat onze moslima-zusters dan zeg maar wel de moeite nemen, want dat is het eigenlijk, om met de trein naar Amsterdam te gaan, om op te komen voor een persoon die door een politieagent in Amerika is vermoord. En ik zeg, hey broersie. En ik zeg expres geen donkere en witte agent. Ik vind het allemaal onzin. En ik ga jullie proberen uit te leggen waarom. Je hoeft niet gelijk door te scrollen of ik bedoel naar een ander filmpje te gaan. Luister naar me gewoon. Ik ga jullie iets uitleggen, is waardevol. Oké? Okay? Je hebt hier een groepje mensen. Dat groepje mensen, dat zijn de elite. En deze elite bestaan niet uit een kleur. Die zijn niet blank of alleen maar donker of alleen moslim of alleen christen of jood. Dat is alles. Gewoon iedereen die een paar miljard heeft, of een paar honderd miljoen. Ik heb het echt over de rijkelingen. Misschien ook natuurlijk de miljonairs. Maar dat is hun geloof. Dat is hun stroming. Dat is hun broer- en zusverhouding. Van, oh, je bent miljonair, dan ben je van mij. Oké, dan ben je van ons. Dus dat is een klein groepje. Daaronder heb je een hele grote groep, laten we zeggen gewoon de normale en de arme. In elk geval, dit is 99% van de samenleving. En wat deze groep doet, en dat is echt geniaal hoor, als je het mij vraagt. Die zorgt ervoor dat deze grote groep, die ook bestaat uit ongelovigen, gelovigen, zwart, wit, geel, paars, alles erop en eraan. Maar deze groep moet met elkaar bezig zijn. Die moeten oorlog met elkaar voeren, die moeten ruzie met elkaar maken. Zodat dit groepje de ernstigste dingen op aarde kan flikken, zonder dat wij met z'n allen denken, ho, wacht eens even, dit kan niet. En dat we met z'n allen één richting opkijken en dat we zeggen, dit gaan we aanpakken. Maar dat kan helemaal niet. Want zoals ik al zei, links is bezig met oorlog op rechts, rechts is bezig met links. En in het midden heb je dan die hippies die een beetje de weg kwijt zijn. Iedereen is maar met elkaar een beetje bezig. Dus zien we opeens dat er in Nederland, en fuck die hele corona, ik geloof daar allemaal niet in. Dus ik ga daar geen eens op in. Maar dat je opeens met duizenden man, kies je ervoor als donkere mensen en als lichte mensen, om te gaan demonstreren tegen politiegeweld in Amerika. Weet je, dit moest ik even stukje bij stukje gaan beseffen. En toen dacht ik bij mezelf, maar wacht, hou eens even. Amerika is zo'n grote land, zoveel politieagenten en zoveel ongevallen. Dus dan hebben we het over politiegeweld, hè? Dus mensen die doodgaan door politiegeweld. Dan heb je Nederland, een heel klein land met veel minder inwoners, met ongelooflijk veel politiegeweld. Als je de politie van Amerika zou vergelijken met die van Nederland, dan is die van Nederland gewoon echt gangster. En is die van Amerika gewoon limonade gangsters of limonade mafio, het mag noemen. Stel in elk geval helemaal niks voor. We hebben hier in Nederland, en dit is niet raar wat ik zeg, dat je denkt, oh maar dat wisten we helemaal niet. Nee, dat weten we wel. Er zijn zelfs internationale rapporten die al hebben aangegeven, de Nederlandse politie-instrument, systeem, is zo racistisch als maar kan. Zo discriminerend als de pest. We hebben laatst een WhatsApp-groepje uitgelekt van een politiegroep uit Leidschendam of Den Haag. Weet je, daar heb je natuurlijk de ergste. Die dan zei, wij zijn de Marokkanenverdelgers. En niemand gaat de straat op en iedereen blijkt maar normaal te vinden. We hebben iemand meegemaakt met een festival. Die is gewoon voor onze neus. Het is gewoon gefilmd, is gewoon gekild, gewoon ook nekklem.
We hebben hier in Hilversum een van de grootste doofpotten nu. Is er een Marokkaan vorige week doodgeschoten? Ja, er is wat gebeurd, we weten niet wat, want er moet onderzoek worden gedaan. U raadt het al door de Rijksrecherche. Weet je, alsof ik onderzoek moet doen naar de misstanden over mezelf. Lekker objectief, lekker onafhankelijk, om het maar zo te zeggen. En je hebt natuurlijk die jongen uit Den Haag op het station. Die pakte een pakje kauwgom, ook doodgeschoten. We hebben zoveel gevallen. Die jongen uit Leidschendam, ook een maandje geleden, ook een Marokkaanse man toevallig. Had al een beetje psychische klachten. Ook afgemaakt door de politie. Er zijn zoveel mensen in Nederland. Of het nou Marokkanen zijn, of donkeren, of Hollanders. In elk geval arme mensen. Zoals ik al zei, die groep aan de onderkant. Vermoord. En niemand dacht bij zichzelf, oké, tot hier en niet verder. En nou gaan we in opstand. Nee, er moest een of andere persoon 5000 kilometer verderop eerst doodgaan. En ik weet nou niet wat ik hier eigenlijk mee moet, maar het meest frustrerende in deze is dan het bewijs die ik jullie nu ga leveren. Kijk, mensen zullen zeggen nee, dat is niet zo en bla bla bla. Je hebt mensen aan de onderkant, laten we nu als voorbeeld nemen rappers, muzikanten. Ja, dat zijn twee verschillende dingen als je het mij vraagt. Acteurs, het maakt eigenlijk niet uit wie. Laten we zeggen een persoon met een andere etnische achtergrond, dus geen Nederlander. Heeft het moeilijk, is boos, krijgt weinig kansen, spreekt zich uit via liedjes, via wat dan ook, via zijn achterban. In elk geval, die praat uit zijn hart. Vervolgens groeit zijn podium, krijgt de kans om op Wit TV zijn verhaal te doen, begint geld te verdienen, begint echt grof geld te verdienen. En wat je dan altijd ziet, is dat deze personen die eerst opkwamen voor hun achterban, voor de discriminatie of tegen de discriminatie, opeens er niet meer over spreken. Een perfect voorbeeld misschien nog, een boef. Weet je wel, die eerst heel erg tegen de politieagenten was en ik word gediscrimineerd en bla 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 bla. Heeft het gemaakt, praat er niet meer over. Sterker nog, ik denk dat hij gewoon nu Hollander is en hij hoort bij de elite, om het maar zo te zeggen. Dat is het probleem. Wij zijn het probleem. Als wij willen dat discriminatie wordt aangepakt, dan zouden we dat probleem binnen een maand kunnen oplossen. Ook in Amerika. Drake, 50 Cent, Dr. Dre. Je hebt zoveel buitenlandse Amerikanen met een donkere achtergrond, islamitische achtergrond, whatever, die gewoon eigenlijk iedere week hiermee bezig moeten zijn. Op zijn minst één keer in de maand. Maar wat ze doen is de andere kant op kijken. Totdat het weer tijd is, en dat is nu een probleem, collectieve verontwaardiging. Nu moeten we het erg vinden. Maar luister, grappies. Over een week is iedereen het weer vergeten. Gaat iedereen weer verder met wat hij altijd deed. Dat is het hele fucking probleem. Nu, iemand doet zo Twitter. Ja, echt verschrikkelijk hoor. Bekende persoon heb ik het niet over. Hè? Ja, dit mag echt niet gebeuren. Dit is collectieve verontwaardiging. Je moet meegaan met de stroom. Maar op het moment dat die stroom ophoudt, zijn er maar een heel klein groepje die verder gaan. En die dit probleem echt bij de wortel willen oplossen. We hebben hier ook in Nederland, dit is ook echt verschrikkelijk, politiemensen gehad die naar buiten kwamen met de misstanden binnen het politiekorps. Een Marokkaanse vrouw toevallig. Het leven ziek gemaakt, kapot gemaakt. En dat noemen ze dan klokkenluiders. En die klokkenluiders die zouden eigenlijk een standbeeld moeten krijgen. Daar zou eigenlijk naar geluisterd moeten worden. Die zouden eigenlijk de rest van hun leven niet meer hoeven te werken voor datgene wat ze naar buiten durfden te brengen. Maar hier in Nederland gebeurt het tegenovergestelde. Oh, jij gaat dus de misstanden van ons, de discriminatie en de racisme die wij iedere dag uitvoeren, expres, die ga jij aan de buitenwereld vertellen? Wij gaan jou het leven ziek maken. En blijkbaar, iedereen werkt eraan mee. De media, de regering, iedereen laat het gewoon toe hoe zo'n persoon gewoon helemaal kapot wordt gemaakt. En het beste advies die ik eigenlijk kan geven, en dat is ook waar ik me af en toe schuldig aan maak, is laat je niet bespelen. Wat je ziet in deze is, ik vond het eigenlijk eerst een vervelende post, en toen dacht ik eigenlijk had ze gelijk, een donkere vrouw, ze vond het vervelend dat Nida, dus op tv, ging praten over de discriminatie. En Nida, die moet juist daarover praten, want discriminatie, dat maken Marokkanen, moslims, iedere dag wel mee. Maar dit gaat dan eventjes niet om moslims. Dit gaat om een donkere persoon. En dan zie je hoe fucking sneaky de media eigenlijk is. Zelfs ik trapte erin. Want wat doen ze dan? In plaats dat ze dan zeg maar de personen uitnodigen waar het eigenlijk om draait en waar het om gaat, nodigen ze expres een andere groep uit. En let op, en nu gaat het gewoon leuk worden, zodat deze groepen met elkaar weer kunnen gaan worstelen. En de elite weer
de boel heeft uitgespeeld. Het is eigenlijk geniaal als je het mij vraagt. Collectieve verontwaardiging. Het is gewoon nep. Het is gewoon even meegaan met de flow. Het is eventjes je frustratie uiten. Eventjes popie-jopie doen met een bordje. Met leuke tekst. Kijk mij, kijk mij. En zoals ik al zei, over een week ben je gewoon weer precies degene aan het likken die op jou aan het poepen is. Tot ziens.